Dit is Zalland Sport. Overname Go Eagles nu met Rommens. Bal naar links, naar Kuipers. Er is best wel bezetting in de 16 meter. Daar komt Lindberg die de bal net niet raakt. Uit die voorzet van Kuipers. Eerste mogelijkheid van de wedstrijd is dus voor Goed. Alleen Lindberg kon net niet voor zijn man komen. Net niet snel genoeg bij de bal om hem nog op doel te koppen waar Fase staat. Maar het opbouwen van RKC ziet er nog niet geweldig uit. En die schoot! Geweldig doelpunt van Kramer. Ongelooflijk! Een meter of 10 over de middenlijn krijgt hij die bal toegespeeld. En hij schiet de lange te ver voor zijn goal staan. En schiet de bal over de lange heen. 0-1 hier voor RKC. Het doelpuntenmaker Kramer. Vrije trap van Rommers komt nu op de penalty stip. En die bal die wordt daar weggekopt, maar blijft nog wel hangen in het 16 meter gebied van RKC. Tweede bal voor... Ja! Lindhorst was het! En die schiet hem uiteindelijk binnen van 20 meter. Een streep achter Fasen. En het mooie doelpunt van Kramer is weer teniet gedaan in de Adelaarshorst. Door een even zo mooi doelpunt van Lindhorst. Zo'n volley streep in de uiterste hoek. Achterfase, Go Ahead weer naast RKC Waalwijk. 1-1 in minuut 15. Maar Eagles komt alweer met Willemson. Hij gaat naar de as van het speel. Oh, Lindberg krijgt de middelklikje bij Lindberg! Uit de hoek gebokst door Fase. Hij kan zich Edmondson. Krijgt de bal niet goed mee. Lindberg dan nog op de penalty stip. Leg hem klaar voor Mats Del. Dan staat aan de kan je de weg bij schieten. Ja! 2-1 Go Ahead Eagles. Halverwege de eerste helft. Als Mats Del de bal voor de voeten krijgt op de punt van het 16 meter gebied. En die bal past precies binnenkantpaal achter Fase doel in. Dus Go Ahead Eagles heeft nu de schade helemaal gerepareerd. 2-1 Mats Del. Komt die van Rommers richting de tweede paal. Twee RKC's lopen elkaar in de weg. En dan zou bijna Instens ermee vandoor gaan. Tweede bal blijft nog altijd rond dat 16 meter gebied van RKC hangen. Nu zijn we halverwege de helft van RKC. Maar heeft Eagles wel balbezit. Daar komt die bal ook richting de tweede paal. Mats Del legt hem klaar voor de borst van Adekanje. Fase tikt hem uit de hoek. Rebound Lindberg. Gaat hij schieten met links? Nee. Wordt van de bal gegleden door RKC verdediger. Waar toch de helft van de Adelaars zoals minimaal dacht aan een strafschop. Nou ja, dat is in de verste verte niet, want er is ook niemand die daarvoor protesteert. Kan Adekanje de 16 binnenkomen? Nee, die wil gaan schieten. Gaat nu schieten! Bal wordt aangeraakt en dan is het weer een hoekschop. Die bal werd nog aangeraakt en daardoor ging hij langs de verkeerde kant van de paal voor Go Ahead Eagles. En betekent het wederom een hoekschop voor Go Ahead Eagles. Die hoekschop komt nu van Rommers ver achterin. Weggekopt, maar opgevangen weer door Edwardsen. Gaat hij dan links het strafschopgebied wederom in? Nee, hij pompt hem erin richting de tweede paal. Daar wordt iemand bijna in de klem gezet. Dus brengt daar... Hey, dat is een hensbal! Dat is een duidelijke hensbal! Van Zeutje, strafschop voor Go Ahead Eagles! Ja, hij doet net alsof hij gek is en hij zegt ja, hij is op mijn schouder. Maar hij steekt daadwerkelijk zijn hand uit. En dus moet er een strafschop volgen voor Go Ahead Eagles. Het kan toch niet zo zijn dat de VAR hier nog op gaat ingrijpen. En dat het een ander moment wordt. Willem Tsor Willemson, hij heeft de 3-1 op zijn voet. Hij gaat de aanloop nemen. Scheidsrechter van de Kerk al zegt, iedereen buiten de 16. En is het Willemson die nu mag aanleggen. Willemson. En schiet die bal over het doel. Hoe is het mogelijk? De Vaassen lag al in de hoek en hij schiet die bal over het doel. Dure misser van Willem Tsor Willemson. Maar wat kwalijker is natuurlijk die 2-2. Ik was er al bang voor. RKC dit seizoen vaak gezien. En heel vaak kunnen ze het spel nog omdraaien. En dan zou ik nog niet zeggen dat RKC niet de pallen van het dak speelt in de tweede helft. Ik denk meer dat ze in de wedstrijd geholpen worden door Go Ahead zelf. Fernandes is ingevallen voor Edwardsen. Die heeft nu de bal. Krijgt hem wel bij Kuipers, maar een beetje te zacht. Die kiest voor een voorzet bij de tweede paal. Lindberg! Oh jongen! Die kan hem gewoon aannemen. En dan sta je alleen voor de keeper. Maar hij kopt hem. Had helemaal niet in de gaten dat de ruimte zo groot was waar hij in stond. En die RKC'ers gewoon allebei onder de bal doorgingen om 3-2 te maken. Maar dat is dus niet zo. Een vangballetje voor Fase is uiteindelijk wat rest. En Go Ahead zal toch op deze manier gewoon weer de aanval moeten gaan te maken. En wat meer ook nog weer moeten proberen door te dekken op de helft van RKC. Voorzet geven gewoon simpele bal bij de eerste paal. Dan kan je! Schiet hem op de borst van Fase. Dat is ook eigenlijk een onmogelijke hoek. Maar eindelijk weer een fatsoenlijke aanval van de Deventer ploeg in minuut 75 van de wedstrijd. En een redding van Fase nodig om de 3-2 te voorkomen. De Rommers naar Willemson naar
Lindberg wil gaan schieten. Gaat zijn man voorbij. Nog een keer legt de bal naar rechts. Naar Arkanje. Arkanje de punt van de 16. Gaat die 16 in. Schept de bal. 16 in. Wordt ingekoppeld. Nog een keer gekoppeld. Oh! Gered op Maarten. Bij de tweede paal. De kopbal van Kuipers. Wordt de nauwe nood gestopt door Doeman Vaassen. Dat is Lindberg. Oh, half uit de draai geschoten. Meter scheelt het. Als dit op doel was geweest, dan was het een granaat die had ingeslagen in het doel van Vaassen. Maar ja, dat deed hij niet, want die bal was een meter over. Komt die hoekschop van de Rommers bij de eerste paal. Wordt ingekopt. En die gaat er. Wie het maakt, ik weet het niet. Ik kon het niet zien. Een scrimmage voor het doel. Maar de bal ligt in het doel. En het hele elftal staat voor die B-side. Inclusief doelman De Lange. 3-2. Go Eagles wint met 3-2 van RKC. Door het doelpunt van Lindberg in de blessuretijd. En de vreugde is groot. En de overwinning is niet meer dan verdiend. Het laatste woord voor Patrick. Een geweldige avond. Wat een spektakel. Het is werkelijk een van de wedstrijden die je toch wel weer gaat bijblijven. Want zo goed voetballen Go Ahead. 70 à 75 minuten lang. Ik heb dat niet heel vaak gezien hoor. Dat Go Ahead zo goed voetbalde op eredivisie niveau. Geweldige wedstrijd. Maar wat hebben ze zichzelf ook moeilijk gemaakt. Dat is wel de andere kant van het verhaal. Want deze wedstrijd hadden ze met 6-7-2 kunnen winnen van RKC Waalwijk. Maar goed, eind goed, al goed. 3-2 overwinning. En in ons café draait al hier. Dus dat is een beetje de stemming. 33 punten heeft Go Ahead inmiddels te pakken. Zal het toch wel genoeg moeten zijn voor handhaving. Vooraan bij elke sportwedstrijd in de regio. Salland Sport.